Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het personenverkeer naar Suriname meer op gang brengen. Dit zei Luciano Truideman, directeur van het ministerie, donderdag tijdens een informatiesessie over het online e-visum en e-toeristenkaartsysteem. Met deze infosessie wil het ministerie onduidelijkheden betreffende dit systeem wegwerken. De directeur zei verder dat er verschillende manieren zijn om het personenverkeer te stimuleren. Bijvoorbeeld het sluiten van visumafschaffingsovereenkomsten. Maar er zijn ook andere manieren om het verkeer op gang te brengen, benadrukt Truideman. De andere manieren zijn namelijk de introductie van de PSA-kaart in 2014 voor de diaspora wereldwijd. Een tweede manier was middels de introductie van de toeristenkaart in 2011. En nu met de derde manier, dat is dus de introductie van e-visa, welke we dit jaar in april officieel hebben gelanceerd. Ik moet zeggen dat met de introductie van e-visa voornamelijk de focus gelegd is op één verbetering van de dienst. Het reguleren van de dienst, maar ook de bereikbaarheid van de dienst voor de klant. Eenmaal 24 uur is deze dienst bereikbaar. De klantenservice is ook gegarandeerd van 6 tot 2 uur. Daarover zult u nog meer horen van de functionarissen van VFS zelf. En een derde is, dus ik zei het eigenlijk al, kostenbesparing voor de overheid. Suriname kent verschillende visumsoorten, te weten de toeristenkaart, het toeristenvisum en het zakelijk visum. Verder is er ook een doorreis- en kort verblijfvisum. Het is een grote stap dat Suriname als klein land heeft gemaakt om de visumaanvragen online te doen geschieden. Dat zei Truideman. Het ministerie is daarom in zee gegaan met het bedrijf VSF Global. Het bedrijf zelf, de waarde en de veiligheidsaspecten van het bedrijf. Los van die veiligheidsaspecten en de kwaliteitseisen die het bedrijf zich eigen heeft gemaakt, de ISO-certificeringen en al dat soort certificeringen, waarbij dus de veiligheid van documenten worden gewaarborgd, hebben wij natuurlijk ook aan onze zijde een verplichting naar elke applicant toe. Veiligheid van documenten, inwinning is namelijk en bewaring van documenten is namelijk heel erg belangrijk. En daarom hebben we niet alleen, kijk, consulaire zaken is een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat aan de ene kant dienstverlenend is, maar aan de andere kant ook een stukje moet waken voor de veiligheid van documenten die men allemaal naar binnen krijgt. En daarvoor hebben wij de expertise niet in huis. En we hebben een samenwerking aangegaan met DNV, Directoraat Nationale Veiligheid. Tot zover Luciano Truideman, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij sprak donderdag tijdens de informatiesessie over het online e-visum en de e-toeristenkaart. De infosessie is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie aan de Henk Aronstraat.